Het is al aan Jan. Daar hebben we Jan. Goedemorgen. Hey Jan. 10 juni 2016. Duikschip Lamnes vertrekt uit de marinehaven van IJmuiden. We gaan op de Noordzee duiken. We duiken op de Lelygracht en de Duitse U-boot U31. We gaan over een kleine een paar minuten toeter, hoop ik. Als het goed gaat. Toeter maar. Wacht maar even nog. Toeter maar. Wacht maar even. Jou is niet zo vlug hoor. De loopblok aan. De MV Lelygracht is een Nederlands cargoschip. Hij is in 1967 gebouwd en 73 meter lang. Hij is op 28 september 1973 in een zware storm gezonken. Mijn Noordzee-buddy Hans Hoogendijk bevrijdt hier een Noordzeekrab. Het wrak is mooi begroeid met zeeanjelieren. Het zicht is prima, wel wat stoffig. Hans kiest de korte weg. Met een beetje wringen lukt het wel, Hans? Ik zelf ga er maar overheen. Hans Hoogendijk heeft veel krabben bevrijd deze duik. Ook deze Noordzeekrab. Hij vond het weer fijn om vrij te zijn. Na onze duik op de Lelygracht varen we door naar de Duitse U-boot U31. Hans, wat ben je aan het doen? Ik ben even signeren. Ja? Voor de Staatskom duiken nood is schoon, moeten ze wel wat opduiken. Kijken of welke vracht zitten we dan? De U31, kijk hier, U31. Oh. Dit is een bordje uit de U31. Ja, dat is 100 jaar. Dat heb ik opgedoken. Ja. Dit is waterproof en dat moet nou weer terug van de RCA. Ja, ja, ja. Dus dat leggen we weer terug. En dat is, wordt nu gesigneerd door de Obersturmführer Hoogendijk. Ja, ze moeten wel, er zijn veel mensen, ze moeten allemaal een bordje. Maar ik zie allemaal IKEA op die bordje staan. Wat ja, die hebben ze wel. IKEA 1915. Oh ja, U31 1915. Ik streep het gewoon door, joh. Ja, nee, dat zie je toch. 1931, 1915. Hitler moest ook nog even lijkjes leven. Hebben we nog meer? Nee, volgens mij was het leven. Nou, dat is top. Ja, dat visie hebben we net gevonden, hè, 1931. Wacht, ik ga het nou weer terug. Ja, en die gaan we netjes terugleggen, dat moet van de RCA. Ja, dat moet. Ja. Ja, vindt ook dat schoteltje zo speciaal, hè? Wat is het, een bordje? Dit is een echte, kijk. Ja, die heeft ook de kleuren van de U31. Ja, ja. Schutkleur. Ja, dat is waar, voor de appelsienen. Ik hoor het
Ik hoop dat die stift een beetje houdt. Dat is ook heerlijk. We gaan het netjes terugbrengen. De Duitse U-boot U-31 uit de Eerste Wereldoorlog ligt op een diepte van 30 meter. De blikvanger van het wrak is de toren en periscoop. Knippen we dat er even uit? Oh, nee, ik zag het niet door, omdat mijn bril er niet op heb. Nou, lekker hè? Nou, maar het is toch voor me af te likken zo lekker? Ik hoop het. Als je nou naar de kust kijkt, de hoge oost, dat zie je ook zeg maar op je radar. Oh,
Vanmorgen zag dat er een zo ver ook uit. Ja, dan kun je, wat het zegt, dat is ongeveer 7 kilometer. Ga je groene top.